workout van zondag 3 mei. Vandaag een klein beetje herstel, we gaan lekker een stukje wandelen. Ik heb 45 minuten erin gezet, maar natuurlijk mag je zelf kiezen of je misschien iets korter of iets langer gaat doen. Daarna een klein beetje kracht, statisch. En tot slot nog een klein beetje core training. De oefeningen bij het krachtgedeelte. De one arm row hebben we al eens vaker gedaan. Je trekt hem omhoog, tot net onder de borst. Buik goed aanspannen, die rug recht houden. En dit probeer je 30 seconden vast te houden. Kies ook een gewicht wat uitdagend is. Ja, dus probeer een gewicht te zoeken waarbij je 30 seconden net kunt vasthouden. Dat doe je eerst rechts, daarna doe je dat aan de linkerkant. Vervolgens de overhead. Vanuit hier doe je het gewicht omhoog, buik goed aanspannen, arm goed uitstrekken. En ook dit hou je weer 30 seconden vast per kant. Dat doe je in totaal 3 sets. Daarna gaan we nog een gedeelte core doen. Ga je proberen om 8 rondes unbroken te doen van de hollow hold en lemon squeezes. Ja, 10 seconden hollow hold, gevolgd door 10 lemon squeezes. Lukt unbroken niet, dan moet je natuurlijk voor jezelf een klein beetje rust gaan inplannen. Dit is de bedoeling. Komt op de grond liggen. Je kantelt je bekken, dus je doet je onderrug de grond in. Benen uitstrekken, schouders van de grond. Dit hou je 10 seconden vast. En vervolgens probeer je 10 lemon squeezes te doen. Dus je komt omhoog, trek je knieën in en weer op deze manier. Ja, is die hollow hold te lastig? Kun je hem makkelijker maken door je knieën wat te buigen, even door je armen naar voren te doen. Deze keer krijgen we dus geen score. Geniet verder van je dag. Vergeet natuurlijk niet meer ons YouTube kanaal te abonneren. Even dit filmpje te liken en we zien je morgen weer.